een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Vandaag is officieel deze verjaardag. Yay! We hebben vandaag echt een heerlijk ontbijt gemaakt. Ik heb ontbijt gemaakt die Nesim echt heel erg lekker vindt. Dus dat een beetje gehad. We hebben ons lekker aangekleed en opgefrist. En nu gaan we even lekker naar buiten. Even een wandelingetje maken. We willen samen nog even een fotootje maken vandaag. En that's it eigenlijk. Een beetje gewoon lekker gezellig chillen en heel veel eten vandaag. Dat is een beetje de bedoeling. Toch niet? Ja, dat klopt. We hebben weer last van zijn hooikoorts, jongens. Hij heeft geen corona. Hij heeft het elke ochtend. Ik word er helemaal stronziek van. En soms had ik bij jou gewoon de hele dag aan, hè? Maar jij hebt het ook soms, hoor. En maar alleen in de ochtend heb ik last van. Nesim heeft gewoon de hele dag. Ik heb een jurkje aan. Van Naked. En ik vind dat hij echt heel erg fijn zit. Het is een S'je, maar hij valt echt best wel ruim, zoals je ziet. En ook schoenen van Naked. Ja. Wat vroeg je nou? Wanneer moet ik rimpelcreme beginnen te gebruiken? Nesim voelt zich oud. Het is mijn wallen. Kijk, Nesim wil nu al niet accepteren dat hij ouder wordt. Want hij merkt dat zijn wallen meer zichtbaar zijn. En ik vind, vooral als man, misschien zeg ik hier iets raars of zo, vind ik dat je het gewoon moet accepteren. Want eigenlijk is ouder worden bij een man veel minder erg dan bij een vrouw. En even met de auto gaan rijden. Toen zijn we gewoon even naar onze buurt gegaan. Waar wij dus aan het bouwen zijn. Om te kijken of de andere huizen al af zijn. Ze zijn al zo goed als af, hè. Ja. Het ziet er echt heel erg goed uit. Daar zijn we echt blij mee. We hebben een soortgelijke huis als die van ons gevonden. En het ziet er echt goed uit, hè. Ja. We zijn er echt, echt heel happy mee. En nu gaan we denk ik een ijsje halen of zo. We hebben foto's gemaakt. Toen werden we weggestuurd daar. Want Nesim was illegaal geparkeerd. Toen kregen we op onze flikker. We hebben wel heel mooie foto's genomen. Ja, was. En we gaan nu naar de McDonald's. Het is echt een leuke dag. Wat gaan we halen dan? Ik weet het nog niet, jij? Geen idee. We zijn net weer thuis. We zijn even lekker rondjes gaan rijden. We hebben even bij het water gezeten. Foto's gemaakt. We hebben lekker een cappuccino gehad. Nesim heeft een milkshake gehaald. Ik had echt geen zin in een milkshake. Ik heb zoveel zoetigheid gehad de afgelopen 2 dagen. En we gaan zo even denk ik een gebakje eten. Gaan we zo een gebakje eten, Nes? We gaan lekker op de bank zitten. Volgens mij gaan we weer gewoon even Ozark kijken. En dan is jouw verjaardag ook gewoon over, hè, Nes? Ja, bijna. Ja. Vind je dat leuk dan? Dus ik had voor Nesim van die 10 bonnetjes gemaakt. En op elke bon mocht hij dus iets opschrijven wat hij van mij wou. Bijvoorbeeld van dat ik zijn lievelingsgerecht moet maken. Of dat ik iets voor hem moet doen of wat dan ook. Dus hij heeft allemaal dingen opgeschreven. 10 dingen. En die bonnetjes zijn dus voor 1 jaar geldig. En kan hij dus 1 jaar inzetten. En hij heeft echt heel grappige dingen erop gezet. Een van die dingen is, hij wil een keer een Nesim ontbijt. Hij wil dat ik een keer chili con carne voor hem ging maken. Had je nog meer, Nes? Sommige heb ik niet ook nog. Nee, wat je wel kan opnoemen. Zeg dan! Wat had je nog meer? Sushi eten. Oh ja. Als ik op dieet ben, wil ik nooit sushi eten. Dus heeft hierop gezet 1 keer sushi eten met mij. Verplicht, ook als je op dieet bent. 30 minuten massage. Oh ja, 30 minuten massage. Oh my god. Dat wil ik trouwens vandaag, denk ik wel. Nee. Ja. Nee, hou op. Ik heb echt spieper voor al het trainen, hoor. En ik dan? Shit. Wij zijn weer Ozark aan het kijken. En we eten nu het laatste stukje fly dat we nog hadden in de koelkast. Je bent nog maar 10 minuten jarig, hè? Morgen weer streng diet, hè? Bedankt voor de beste verjaardag. Je hebt echt je best gedaan. Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Maandag, oh my god. Het is vandaag maandag. En Nesim is inmiddels al op kantoor. Ik deed er iets langer over om klaar te maken. Maar ik ben eindelijk klaar. Ik ga even water drinken. En dan ga ik even vertrekken. Jongens, ik kan dit niet geloven. Ik rij langs de tank waar ook een Starbucks zit. En Starbucks is gewoon weer open. Ik kan eindelijk weer mijn cappuccino met amandelmelk gaan halen. Dit is echt zo'n goed moment in mijn leven. Ik ben inmiddels op kantoor. Nes, ik ben naar Starbucks geweest, hè? Ik heb lekker een cappuccino. En ik heb iets voor jou. Wat dan? Yay! Guys, ik heb voor het eerst bij een Arabier besteld hier in de omgeving. En hij heeft me echt zoveel extra gegeven. We hebben dus falafel besteld. En nog zo'n ovenschotel met cola. En eigenlijk alleen tapoula erbij. En hij heeft ons allemaal lekkere messen gegeven. Kijk dan. Echt top. Ik ga hem echt een goede review geven.
Oh, dat ruikt ook heel erg lekker, Nini. Voor mij ziet het er ook heel goed uit. Dus ik heb aubergine uit de oven besteld. En ik heb gewoon zo'n schot gekregen. Oh, ik ben hier zo happy mee. Dit kan me echt heel blij maken. Ja. Lekker, man. Het ruikt ook zo lekker allemaal. Zo, ik heb een dagje kantoor erop zitten. Ik ben nu inmiddels thuis. Ik ga even langs de supermarkt om even drinken en zo voor ons te halen. Nessie was nog op kantoor en moest nog even editen. En ja, dat is het een beetje. Ik heb echt een droge mond. Want ik heb Arabisch gegeten. Er zat volgens mij echt heel veel knoflook in het eten. Ik heb echt een droge bed nu. En ik vind deze camera echt zo gaar. Dit is de nieuwste Canon, zeg maar de vlogcamera die eigenlijk iedereen heeft. En dan de nieuwste versie ervan. Hij kan totaal niet focussen. Zien jullie dat? Irritant ding. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Het laatste stuk dat je in de vlog hebben gezien is op maandag gefilmd. Dat is alweer bijna een week geleden. Ik heb eigenlijk bijna niet gevlogd. Ik heb het gewoon een beetje rustig aangedaan. Ik heb wel kookvideo's opgenomen. Dus dat is wel weer een goed iets. Het is dus zondag vandaag. Het is alweer dag 3 van Ramadan. En zowel Nessie als ik doen hieraan mee. Het gaat eigenlijk echt heel erg goed. Het is vandaag inmiddels al... Dus nu 4:15. Ik heb een beetje trek, maar het gaat eigenlijk echt heel erg goed. En ik vind het ook wel heel erg fijn om dit jaar weer hieraan mee te doen. We hebben alvast gekeken wat we vanavond gaan eten. We hebben even daar allemaal neergelegd. De ochtend waren we eigenlijk heel erg actief. We hebben lekker school gemaakt. We hebben gestofzuigd, de vaat gedaan, alles. En Nessie is nu gaan voetballen. Dan komt hij meestal zo'n half uurtje voor etenstijd thuis. En dan gaan we samen even het eten voorbereiden. De eerste dag was hij echt net met etenstijd thuis. Dat had ik wel gezegd, maar ik vind het eigenlijk wel erg leuk als we zeg maar samen het eten voorbereiden. Anders voelt het alsof ik het allemaal een beetje alleen doe. Dus dat hebben we nu even zo met elkaar afgesproken. Zij komt een half uurtje voor etenstijd thuis. En dan gaan we lekker eten maken. Vandaag gaan we eigenlijk een soort van mesa-tafel doen. Dus we hebben hier cocktailgranalen, falafel, van die broodjes voor erbij. En ook nog calamaris. Dat wordt een beetje onze iftar met lekker veel salades en groenten. Kijk, guys, het is alweer iets later. Het is nu 7:30. En ik krijg echt een beetje trek. En ik heb voor vandaag nog geen soep voorbereid. En ik vind soep wel echt heel erg lekker bij iftar. Dus ik ga gewoon even kijken wat ik allemaal thuis heb en daar even een lekker soepje van maken. Oké, ik heb hier nog 3 vleestomaten. Ik denk dat ik deze even lekker ga roosteren in de oven. Zo, ik heb de tomaten gewassen. Ik ga deze even in grote stukken snijden en dan in de oven doen. Kijk, gewoon grote stukken en dan gaat het even in de oven voor 20 minuutjes. Ik ga even snel naar de supermarkt, want ik mis soepgroenten en ik wil wel echt graag een gevulde soep maken. Dus even snel op en neer. Guys, ik heb net boodschappen gedaan. Natuurlijk, zoals altijd, heb ik veel meer gekocht dan nodig was. Ik ging alleen maar heen voor soepgroenten. Maar ik heb weer zo'n Airwick geurtje gehad voor in huis. Schoonmaakdoekjes, 4 van deze. Tomatenpuree. Soepgroenten, waar ik eigenlijk voor ging. Schuursponsjes. Altijd, als ik een ochtend heb schoongemaakt en ik ga daarna naar een supermarkt, moet ik van die schoonmaakspullen halen die ik echt nooit gebruik. Ik heb een nieuwe allesreiniger gekocht. Deze helpt de lucht te zuiveren. Dus ik was heel erg benieuwd hierna. Het was ook de duurste variant van de allesreinigers. Dus ik ben heel benieuwd. Spersiebontjes, die gaan we even morgen maken bij de iftar. Ik heb echt heel veel zin in. Misschien met kip. Ja, met kip is wel echt het lekkerst, denk ik. En ik heb een cola gekocht. Gelijk meteen in de koelkast doen. Ik heb echt zo erg dorst vandaag. Ik heb echt een heel droge mond. Niet normaal. Maar het is alweer 8:00, dus ik heb niks te klagen. Kijk, ik heb dus ooit zo'n Metot, ik weet niet of ik het uitspreek, allesreiniger gekocht. Maar deze is echt super handig, want dan kan je mee sprayen. En dat hebben allesreinigers meestal niet, of ze zijn wel een stuk duurder. Dus ik kom meestal een allesreiniger en dan vul ik hem gewoon tot 1/4. En doe ik er water bij en dan kan ik er lekker mee sprayen. Oh, deze ruikt echt heel erg lekker fris. Nu ga ik even deze vervangen. Volgens mij was hij al bijna op. Ja, hij is op. Echt op tijd nieuw bij gekocht. Hi Lira! En hij is alweer bijgevuld. En deze doe ik bij de ingang. Zodat als mensen binnenkomen het gelijk hier lekker ruikt. Want de kattenbak is dus in deze kamer. Dus dan vind ik het wel fijn als hier een geurtje zit en in hun kamertje ook in. Ja, allemaal door jullie hè, stinkies. Zo, ik heb net de tomaten uit de oven gehaald. Ze zien er zo goed uit. Ruikt ook echt heerlijk. Ik doe meestal nu echt bakpapier gebruiken. Dat deed ik eerst nooit. Maar met deze ovenschaal is het echt nodig. Anders blijft alles zeg maar echt erin plakken. Ik ga nu de uitjes bakken in een pan. En daarna doe ik dus de tomaatjes erbij.
water bij toegevoegd. Ik ga nu één rundebouillon bij doen. Zo, ik ben er met de staafmixer doorheen gegaan. Dan heb ik dit. Ziet er heel goed uit. En nu ga ik dit even zo meekoken. En dan even bijkruiden. Het ziet er toch heerlijk uit. Ik heb het echt heel goed gekruid. Ik heb er nog even kurkuma bij gedaan. Zwarte peper. Heerlijk. Dan hebben we hier de garnalen en de inktvisringen. Die heb ik even gewassen. En dan doe ik deze naambrood even in de oven. Dus naambrood met knoflook als het goed is. Hij ruikt echt heel erg sterk. Ik heb nog een klein kwartiertje. Dus ik ga even starten met deze falafel te bakken. Van de vegetarische afdeling bij Albertijn. Zodat het ongeveer 8 minuutjes nodig heeft. Nesim is bezig met de meza. Hij gaat een heel mooi bordje met hummus maken. Wat ga je precies doen? Ik ga dit doen. Uitstrijken. En dan met olijfolie erop. En dan paprika poeder. Yes. En dan de olijven in het midden zetten. Kijk dan jongens. Allah, kijk hem. En als laatst gaan we nog even een simpele salade voorbij maken. Zo, I made a dressing. Met mayo, peterselie, olijfolie, een beetje avocadoolie, zout, chilipeper. It looks good. Allah. Guys, nog 2 minuutjes. En alles is ready. En we mogen vreten. Nou jongens, mogen we eten? Ja, we mogen eten. Echt? Nou, laten we maar beginnen. Heb je een beetje water? Ja, nee, ik ga cola drinken. Gelijk echt heel snel. Ja, dan moet je eerst even. En dan zit ik ook echt gelijk vol, hè. Wat, door de cola? Ja. Oké. Okay. Nee, niet die kleine. Oh, oh, oh. Ik wil die kleine. Het is toch wel echt een besefmomentje. Hoe ging het bij jou vandaag dan met voetballen? Goed. Met het vasten? Prima. Ja? Ik heb niet echt honger of zo overdag. Hè. Ik heb meer dorst. Mm. Maar ik heb ook echt pas het laatste uurtje of zo honger. Trek. Niet echt honger, ik zou nog best wel door kunnen gaan als ik echt moest, zeg maar. Ik had het morgen ook aan doorgaan als moest. Ja. Maar het is meer drinken, man. Mm-hmm. Dat dorst, vooral als je gaat sporten en zo. Maar als je gaat trainen. Ja, man. Mm-hmm. Zo, gisteren ook bij het boksen. Ik had echt droge mond. Mm-hmm. Niet normaal. Mm-hmm. Maar ze zeggen ook van, je moet aan het einde van de dag pas sporten, toch? Ja. Niet in de ochtend, dan moet je er nog de hele dag moet vasten. Ja, dat is kapot van, man. God, wat lekker. Oh, ik hou van water. Dat is die best. Ziet er goed uit allemaal, hè? Ja. Lekker, man, de soep. Echt? Broodje voor mezelf maken, daar ben ik niet goed van. Met hummus. Mm-hmm. En falafel. En mos en dan falafel erop. Falafel erop, zo. Ik vind deze falafel echt droog. Maar Nessie vindt ze echt heel lekker. Zijn van de vegetarische afdeling. Ik koop ze zelf nooit, maar hij vindt ze wel lekker. Eerlijk is het er gek uit, hè? Gek uit, ja. Mm. En dan Zalata. Beetje zalata. Je zag me. Ja. En dan doe ik ook nog een beetje feta kaas erbij. Voor de extra smaak. En dan doe je hem dicht en dan heb je hier een gekke broodje. Mmm. Ja? Mmm. Oh, mijn buik. Ben je echt aan het filmen? Ja. Jezus. Het is een reality show. 24/7 word je gefilmd vanaf nu. Oh, dat doe maar niet, hè. Oh, bad nee. Ja. Dan heb ik niet eens zoveel gegeten. Echt hè? Oh, dinari. Badre Johnny! Oh, Dina lijkt echt op Badre Johnny. Jalla, gaan we naar de slaapkamer, olé! Hahaha!